Welkom iedereen bij voor nu de finale van Rollercoaster Tycoon 2. Harm Sanity is er nog. Die van mij is over de drempel gegaan. Twee keer over de kop gegaan. En toen in de wc beland en nooit meer eruit gekomen. Vandaag doen we Build Your Own Six Flags Holland. Om het toch even te eindigen op een mooie iets. Nou Harm, laten we beginnen. Je hebt 10.000 euro maar. Fuck. Ik dacht dat dit sandbox zou zijn. Ik denk er ook vanuit. Oké, waar de fuck is de entrance? Dus ja, Arm en ik gaan dit gewoon een beetje een soort van survival doen. Kijken van hoe lang we het vol kunnen houden. En een beetje aanklooien. En voornamelijk ook een beetje voor de fun laten eindigen. Ik ben dan. Ben je ooit Six Flags geweest toen er nog Six Flags was? Nope. Ik ook niet. Dus ik herken het ook niet, weet je. Als je mensen moet vragen van waar het oorspronkelijk van was, ik heb ook eerlijk gezegd geen idee. Ja, we hebben niet zo heel veel dingen op het moment. We staan ook flink in de min. Dus eerst wat ik ga doen... In de min? Hoe kan je nou in de min staan? Je hebt 10.000. Oh nee, sorry. Ik dacht dat ik in de min stond. Kan je zo'n gebouw ook weghalen? Nee, de gebouwen blijven. Dat is drie keer kut. Nou, we beginnen met een hele rustige lift. Sky Tower. Nope. Oké. Geniaal, er zijn al mensen in mijn park terwijl er nog nul attracties zijn. We zetten deze open, dan zetten wij even een heel mooi pad hiervoor in. Oké, haal ik dit heel even weg. Dan heb ik hier mijn fucking... Nee, we gaan. Eerste ding wat ik heb is open. Dan huur ik twee handymans alvast in, want fuck it, ik heb het nodig. Ook al heb ik nog geen enkele attracties of wat dan ook. Ik heb toch even een hele simpele hoeveelheid aan mensen nodig. Eén politieman voor de twee gasten die ik hier rond heb lopen. Ik heb er drie rondlopen. Goed bezig. Nou, ik heb een mooie lift. Geen idee waar de ding naartoe gaat. Naar een gebouw. Duidelijk. Dan hebben wij... Als een klap op de vuurpijl. Een wc. Dat is wel nog als het ding open gaat. Ja, het toilet is gratis. Ik vind dat zo stom als je voor het toilet moet betalen in een attractiepark. Ja, in een attractiepark ben ik het met je eens. Kijk, dat ze voor voedsel en al die andere dingen het gaan vragen. Alla, oké. Weet je nog wat het allermooiste was? Dat we letterlijk in part 1 moesten gaan vragen van hoe moet je rotaten. En we nu eigenlijk wat snoek kunnen rotaten. Snap je. Even kijken, dit is... Ik heb geen geld meer. Je hebt geen geld meer? Oh, wat heb je allemaal gedaan dan? Fuck, de ritten zijn gratis. Kut. Kan je de ritten niet aanpassen? Nope. Fuck. In dat geval, hey mensen, value op 25 euro. Tyfus. De entree is 10 euro. Succes. Nou, dat ga ik eens echt niet doen. Ga ik dus echt wel doen. Even kijken, dan doen we deze mooi hier neer. Zetten we deze hier neer, zetten we deze hier neer. Ik denk dat je nu het echt meer kwijt bent van trouwens van Walibi. Ik ben de verhouding best wel veel kwijt daarvoor. Zo. Ja, je gaat godverdomme wel betalen om naar de play te gaan. Als je godverdomme... Same price throughout park. Oh, kan je gewoon aanvinken. Dat is wat hier zit. Oké, dan hebben wij als... I don't know. Is oldtimers iets?
Ja, maar ze is veel te fucking groot. Hoeveel gasten heb jij? 3. Ja. Ik heb er 15. Conclusie hieruit. Jullie moeten het attractiepark beginnen, want niemand gaat er toch naartoe. Ik heb geen geld om een fucking circus net neer te flikkeren. Heb je dat weer? Six Flags, wat gebeurt er? Geen enkele persoon gaat in de achtbaan. Fuck off! Mensen, ga eens godverdomme even een partijtje in een achtbaan of zo. Nee, man, dat doen ze niet. Snap het aan! Tables and cheats, let's go. Even kijken, wat kunnen we doen? Oh ja, fuck off, ik ga een submarine ride maken. Daar ben ik te saai voor. Oh, tuurlijk. Ding is weer te duur. Nou, dan beginnen we met de standaard crap. Waar zijn mijn... Oké, weet je wat? Fuck it. We gaan even kapitalistisch doen. We halen even wat dingen weg. Huppakee. Wat bomen weghalen. Hartstikke mooi. Ik ben heel goed voor de mensen hier. Oké. Zo, er gaat voor het eerst iemand achtbaan in. De tyfus. Nou, hey, 700 euro's. Kijk, nu kan ik weer shit bouwen. Zekersteentje, niks aan het handje, doei. Oké. Ook met die hap. Deze gaat omhoog. Oké, wat is mijn profit? Hap. Mijn profit is 3000 in de min iedere week. For fuck's sake. Ah, same. En nu is het 2 euro in de week. Zo is 3000 bij mij in de min. Oké, ik heb even iets nodig om geld te... Ik heb godverdomme geen geld. Fuck it, dan halen we deze weg. En als ik de antennen weg ga, zit ik meteen weer in de plus, of niet? Yep. Ik snap het niet, als je ook even puur kijkt naar... eigenlijk attractieparken, waar... Ja, het is allemaal eten waar ze de meeste geld uit halen, maar... Waar zouden ze mee beginnen eigenlijk? Wat bedoel je? Nou ja, je kan niet meteen een gigantische rollercoaster neerzetten, dat weten we ook donders goed. De Efteling is natuurlijk begonnen als speeltuin, dus... Ja, dat ze daar misschien de meeste uit halen. Ik heb geen geld. Dat probleem ken ik. Wauw, één iemand lieft al. Ik heb zin de prijzen nog weer omhoog te flikkeren. Doe maar niet. 360 euro, ik kan nog niet eens een simpel piratenschip. Moet je nagaan. Oké, ik heb weer geld, dus even een paar rustige attracties dan maar. Ik kom fucking 17 euro tekort. Oké, ik kan hem neerknallen. En merry-go-round van 460. En daar heb ik eigenlijk niet eens het geld voor, maar oké. Schommelsrip. Ik heb 34 euro. Fuck it, ik ga mijn lening gewoon nog erger aanvragen. Doei. Zo, tyfus. Holy fuck, je kan gewoon 50.000 euro aan lening aanvragen, gek. De tyfus. Ik ga even shizzle bouwen. Ik zou ook als ik jou was gewoon je volle lening aanvragen. Ja. Misschien wel best, ja. Fuck it. Ik heb een letterlijke six-pack of achtbaan neergeknald in het park. Gewoon even de studentenmentaliteit maximaal lenen.
SO naar alle studenten. Here we go, here we go. Ligt ook open. Dan wil ik toch wel graag een groot iets hebben. Deze gaat ook open. Dan wil ik nog een hele kleine attractie hier. Here we go. Kan die open. Oké, wat is mijn profit nu? Mijn profit is min 5000. Oeps. Mijn profit is 261 euro per week. Nou ja, ik ben direct ook alles direct aan het bouwen, dus. Zo. Ik ben er al mee bezig hoor, game. Hier heb ik al. Nou. De vraag is nu. Oké, ik heb wel een idee hoe ik dit moet doen. Oké. Dan hebben wij dit. Heb je enig idee hoe je die rails erin kan krijgen? Oké, rails. De rails van de paden. Nee. Klaus. Hoeveel gasten heb jij? 79. 95. Toch knapt ook elke keer meer gasten dan jij hebt. Ja, goede vraag. Dan slopen wij deze boel. Ik kan wel slecht tegen dat ik iedere keer als ik paden moet verwijderen, ik meteen aan de andere kant van de map word geflikkerd. Gooi me aan. Mag ik alsjeblieft mijn character controle of niet? Niet zo stressen, joh. Is er een andere shortkey om dingen te deleten? Of ben ik... Ja, het is niet inhoud. Het is maar gewoon simpele kliks. Zo. Nou, mensen kunnen daar naartoe. Ik heb maar 2000 euro van de 50.000. Oké, 306 euro. Dat is een beetje hard. Plus. Dan zet even een attractie hier neer. Ik wil even een rustige attractie. En wat is nou rustiger dan de Escape Hatch? Ik zet alles maar gewoon neer en ik zit ook zo van, oké, het zal wel. Rood. Mensen, ga maar naar binnen. En zetten we als laatste. I don't know. Geen rollercoaster. Ja, doe maar een hoempapa ding. Nee, doe maar geen hoempapa ding. Doe maar geen hoempapa ding. Een circus.
Oké, nou ik heb alles zo dicht gemaakt dat ik toch geen rondjes meer kan maken, dus nope. Geen een papa ding. Even kijken, zet deze hier neer. Ik heb twee torens, do not care. Hier is een entrance, daar is een entrance. Succes. Die kan open. Dan huren wij een paar entertainers in. Ik ga zo hard in de min, je wil niet weten. Je bent dus ook op aarde door je geld, voor je reservegeldlening heen. Yep. Yep, goud. Handyman en een handyman. Kijk, een beetje dit ding. Als je bij wijze van spreken gewoon een gasveld hebt van succes. Een van de redenen, je hebt altijd iets meer controle dan wanneer jij... Dat hadden we ook gewoon kunnen doen, hè? Ja, maar volgens mij, ik heb niet gezien of die dingen daar daadwerkelijk in zaten in deze. En Your Own Six Flag klinkt nu eenmaal gewoon wel leuker. Dus, ja. Nou, dan zetten wij even weer voor het gemak een koffiehuisje neer. Een koffieshop. Een souvenirshop. Fuck alle dingen die je maar kan verzinnen. Een ATM. En... ik kan... er staan zoveel dingen bij mij niet open en ik niet eens meer zien wat ik aan het doen ben. Oké. Is het wel handig als deze dingen open gaan? Zo. Die is open. Die is niet open. Oké. Een kioskje is en blijft altijd nog wel even handig om te hebben. Ook al zijn het 20.000. Dan... maar is dat zeikregenen? En terecht. Nou, ik flikker gelijk de tent open voor de paraplu's. Ja, nu noemen we maar de kapitalistroute. Dan wil ik, terwijl mensen rustig aan het eten zijn... Wauw, ik heb attracties gewoon openstaan waar gewoon niemand in zit. Ja, daar heb je dus geen druk aan, hè? Nee, dit doen we niet. Kijk, en dit brengt de douchepack in mij naar boven. Je hebt allemaal eten, eetstandjes, wc. Ik heb geen geld meer. Hulpmiddelen. Wat zet ik er dan neer? Zo'n gigantische G-kracht ding. Dus mensen gaan eten, gaan die attractie in en worden meteen ziek. Wat is jouw park value? 720. Wat mij heel erg verbaast. 720.000? Nee, park value. Oh, sorry, park value. 144.000. 178.000. Mijn park value is min 3.000. Goed bezig. Gaan al tyfus veel mensen naar huis. Dat zou ik ook doen. En terecht. Oké, wat wij nu gaan doen is een nieuw spelletje wat ik me voor het gemak noem. Fuck it, we breken de boel kapot. Ik snap ook niet dat je niet makkelijk kan selecteren of je iets weg kan flikkeren. Voetpad. Oh, je kan rousen. Kijk, goud, je kan die gebouwen slopen. Dat is goud. Zo, redelijke kutgebouw. Kijk, dan kan je gewoon geld verzamelen, gek. Hoppa, voor twee ruggen.
Zo. Zo. En ja, da 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 da. Dan heb ik, wil ik eigenlijk een gigantisch ding neerzetten. Gaat die ook open? Op het moment dat je, dat je 100 euro tekort komt. Ja. Ik ben gewoon het witte mesje nu totdat ik het geld binnen heb. Ver en af. 40 euro. Tientje nog. Hoppa. Open die met je golf, met je bek. Oh, ik heb het geld niet voor. Dat is het probleem. Hoppakee. Die is ook open. Ja, mensen, als je hier graag naartoe wilt, dat doet wel even. Nou, ik heb een redelijk snel park. Alleen dit is nog zo saai als maar kan. Nee, ik vind het wel fijn als een attractie niet 25.000 meter in de hoogte staat. Ik kan nog steeds heel slecht tegen het feit dat als ik de rechte muisknop inhoud, dat hij meteen 20 meter naar links gaat. Ik zeg dat we nog 10 minuten doorgaan en dat vind ik het best. Ja, oké, dus de conclusie waar we hieruit halen is... Jordi moet helpen aan alle faciliteiten. Dus de verkoop van eten, de verkoop van andere crap... En Han moet maar attracties bouwen, want daar komt het geld van binnen. Precies. Want Jordi moet geen attracties maken, Jordi zuigt erin. Godverdomme, weer het geld tekort. Oh ja. Voetbal is in de weg. Waar is dat gekomen? Oké, was mijn fucking shovel, want... gewoon even schoonmaken, dan heb ik tenminste even wat zicht. Here we go. En here we go. Fuck alle bezoekers. Iedereen is bij mij in rondjes aan het lopen. Ja, oké. Op één en dezelfde plek. En oké. Nou, ik heb nog één heel mooi pad. Kan deze weg? Oké. Ik wil graag deze hebben. Dan hebben wij even hiervoor een pad nodig. Dan gaan wij heel even weer terug. Dan maken wij... Trouwens, we moeten wel iets doen in de echte Rollercoaster Tycoon stijl. Een random gast oppakken en laten verzuipen. Ah ja. Help, I'm drowning. Help, I'm drowning. Oké, meneer, ik mag je heel graag... Een gast overleden. Hoppakee, in het water met jou. Ja, we moeten, nog één. We moeten wel de dingen, wel tradities voor goed volhouden, hè? Nog één. Hoppa. Toch wel lekker dat je dan... Oh, ik ben ineens 300 euro lichter in één keer. Ja, schadevergoeding, hè? June. Schadevergoeding. Ik heb al 5 mensen laten verzuipen. Goed bezig. Ook leuk om attracties te bouwen en mensen in vernietigd worden. Ja. Leuk.
Dat is, weet je wat, dat is de afsluiting. Jij en ik gaan beide nu even een achtbaan maken. Maar dan moet je wel hopen dat mensen erin gaan. Ja, komt wel. Even wat bomen ruisen. Hoppa. Even kijken, een leuke achtbaan. Deze maar. Build custom one. Power rails omhoog. Ik heb geen cash meer, godverdomme. Oké. Straal naar beneden. Heb jij nog cash dan? Ik heb nog cash. Ik heb nog 5,40 euro. Goed bezig. Wacht even, ik kan gewoon een... Ik kan toch gewoon... Wacht even. Doei. Oké, ik heb een hele mooie... Demolish. Is het ook een sterveling voor de rij? Demolish. Ah, best. Alright. The track is not a complete circuit. Weet je wat? Je kan de boom in met je complete circuit. Er is altijd zo'n standaard... Ik heb alweer geen geld meer. Kutver. Achtbaan. Die over de kop gaat. Oké, ik verkoop de duurste achtbaan, de tyfus. De Demolish. Hoppa, 6 ruggen. Doei. Ik weet je, ik zou echt een goed park bouwen als ik... Ingewikkeld. Nou, ik heb opeens een raar land, maar oké. Ja, bij mij loopt alles. Loop ik in de min? Ja, ik loop om 22.000 in de min. Iedere maand. Gaat super. Maar ja, met deze. Harm, we gaan uitzoomen over ons mooie park. Ben je er al? Nou, ik kan er niet eentje maken zoals ik zou willen. In Rollercoaster Tycoon wist ik precies welke achtbaan ik moest hebben om het ding kapot te maken. Maar deze weet ik er niet. Dus ik vind mijn attractiepark een grote mislukking. Pas wel bij mij. En ik loop nu langzaam maar zeker in de tonnen qua schuld. Lekker bezig. Hoe staat het met jou? Ik ben er bijna. Mooi. Ik ben even een ingang en een uitgang aan het bouwen. Is er een maximum aan mijn entreeprijs? Open. Er is geen maximum aan mijn entreeprijs. Test. Er is een maximum aan mijn entreeprijs. Fuck, je kan hem niet openen omdat hij niet compleet is. Nee, precies. Dat is een beetje het punt ook. Krijg de tyfus maar. Mensen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.